chega back for the Carifta Games. E tava tão experiência op grande pe mucha na. Tin para logra chega final e para ele logra chega semifinal também de 5 lugar, de 6 lugar. Dus ja, nossa vai com ja, um plano para nossa chega top final, de prometres na, pero é mucha na assim na best e na chega de 5 de 6 lugar. For the rest, I'm going to have a good experience. I'm going to have a grand experience to go against Jamaica, culture. So, it was a success. And we're going to continue to do it. But in the future, we're going to have a medal back to them. Yeah, como ano passado com nossa bai, nossa logra si para direita certo tempo, não? Dus, ja, tiki-tiki bota mira toch om mijn geroosjong die toeren moet je nang. Dan prestatie, en dan be, ja, ervaring, kon een ding goed deal, ku e situasjong, promen ku nang kore, ku toeren zijn na attention dan. Oké, dat was een experiëntie tremendo. E sfeer, dat was echt hopie great. País grande, manera Bahamas, abin kon hentere een brassband. Dat was echt manera een fiesta grande. E nós muito não na best para presta bom. Jimmy Marcera chega à final e ela sai de 6. Lastimamente, Dejan faz um false start. E tem 200 metros, que é não pôr a chega à final com o 6. Ribaxin, estava tendo um tique de contratempo, passou para o Biento, net dentro da série. Dat was echt hoppie fuerte. 3.7 is echt hoppie pa een sprint. Riba 100 meter. En no a logra mejorar su tempo que ela pone na corsa. Dus nos akere po eta bij llega final. Pero ya mag genoeg en no logra die HCSE. Pero ita seguro que otro año eta bij logra ese. Sí. Ik ben ja, nog een keer jammer dank aan Tour Response en daarmee ku nos ding umbiamas, masje dank. Tour nos in de ku as doen aan ons ding. We hebben prima prestaties geleverd. We hebben een beetje moeite gehad met de organisatie, met het tijdschema en soms was het heel vroeg wakker worden en dan moesten we heel lang wachten tot we liepen. Dus daarom waren de prestaties soms niet zoals we hadden verwacht of hadden gehoopt, maar het is een goede ervaring en het betekent voor ons in ieder geval meer goede prestaties in de toekomst. Ik heb 110 meter horde gelopen. Ik ben in de finale zesde geworden. Ik werd vroeg in de ochtend wakker omdat ik dacht dat ik heats moest lopen. Die waren helaas op het laatste moment gecanceld toen we pas bij het stadion aankwamen. Dus de benen waren al wat moe in de finale. Ik had helaas gehoopt op een wat hardere tijd, maar door de omstandigheden was het, zat er niet meer in, maar de zesde plaats is uiteindelijk waar ik ben geëindigd. En zeker iets om trots en tevreden mee te zijn. Ja, sowieso bedankt aan alle sponsors en ik denk namens het team bedankt aan alle support. Iedereen die heeft gekeken, dat we allemaal weten dat jullie voor ons zijn geweest. En zeker op naar meer.